Ja, één grote drama binnen de familie. Zoals gezegd, men is gaan wijzen in de familie. Ik bedoel, er is een familielid betrokken geweest bij een fraude, waar een nieuw Rishi ook bij betrokken was geweest. De familie verdenkt dus nu dat familielid van betrokkenheid bij de dood van een nieuw. Nou, je kan je alleen maar voorstellen wat een drama dat is binnen de hele familie. Dit zijn Reshma en de zwager in betere tijden. Wat betekent dit voor de familieverhoudingen? De hele familie is... de familie heeft geen contact meer met mij. Ja. Omdat ik aangifte heb gedaan, verdenking van moord. En, Maar het is natuurlijk ook wel wat als je een familielid op die manier... Het is voor mij ook heel wat, want ik was hartstikke close met hun. Ja, als het een familie zou geworden, waar het eigenlijk... de familie zo'n beetje uit elkaar heeft getrokken. Dat is echt triest om dit te mogen meemaken na zo'n geval. Hè? Juist in die tijd hadden we elkaar hard nodig. Maar iedereen koos voor zichzelf. De familie van Aniel stelt dat de zwager bestanden in de computer van Aniel heeft gewist. De zwager is niet bij de opbaring. En juist dan worden er bij een inbraak spullen van Aniel gestolen. En precies in de periode van zijn dood komt er ook nog eens een enorme fraudezaak aan het licht, waarin de zwager met Aniel veel geld zou hebben verduisterd. Jij hebt aangifte gedaan. Waarvan heb je aangifte gedaan? Aangifte verdenking van moord. Moord? Ja, verdenking van moord, hè. Maar hoe zou die vermoord zijn dan, denk je? Nou, ik denk dat ze gewoon met drie man... want hij was best wel sterke kerel, hè. Ik denk dat ze van achteren misschien een zak over zijn hoofd, kabel om zijn nek. Wij kunnen niet uitsluiten dat iemand hem heeft gedrogeerd. Dat iemand hem in die positie heeft gelegd. Dat iemand een zak over zijn hoofd heeft gedaan nadat hij hem heeft gedrogeerd. Al die scenario's kunnen wij niet uitsluiten. Waarom? Er zijn geen sporen veiliggesteld. Op het moment dat wij echt een novum, een nieuw feit op tafel krijgen... stappen we natuurlijk direct naar het gerechtshof om nieuw onderzoek of in ieder geval vervolging af te dwingen. En dan heb ik het natuurlijk over een nieuw feit wat wijst richting een misdrijfscenario. Het is tijd om de zwager te confronteren met alle beschuldigingen van de familie van Aniel. Wat is zijn kant van het verhaal? Hi. Hallo. Wil je even spreken? Oké. Het gaat over Aniel. Ja. Want, die zaak zijn we aan het onderzoeken. Ik wil gewoon jouw kant ervoor. Jouw naam komt er natuurlijk in voor vanwege die fraudezaak. Ja. Hoe is dat afgelopen? Ik kon aantonen dat het niet zo was. Die zaak is gewoon af. Die is gewoon geseponeerd. En wat is er met dat geld gebeurd dan? Ja, dat weet ik niet. Maar heb jij dan je auto ook weer terug gehad of zo? Ja. Ja, ik heb alles gewoon alles teruggedraaid. De politie hebben ze ook ingetrokken. Dus jij bent helemaal vrijgepleit? Ja. Ook van dat financiële fraude-ding? Ja, alles. Hebben ze terug moeten draaien. Er is ook ingebroken. Weet je dat? Dat weet ik niet. Het was op de dag dat er rouwbezoek was. Waar hij was. En jij was daar toen niet? Nee, ik was met de kinderen. Ik was met een kind thuis. Zij was ziek. Ja, één en één is twee, denken ze natuurlijk. Ja, ze mogen denken wat ze willen. Hey, en dan wordt er nog gezegd dat jij dingen uit de computer hebt gewist daar. Ja, ik heb van hem. Gewist, joh. We zagen dat van de afgelopen drie dagen voor zijn dood was alles was er geen geschiedenis. En daarvoor was het gewoon een normale geschiedenis. En dan zag je wel een en ander wat hij had opgezocht over helium. Dat heb jij gezien met je eigen ogen? Dat zagen we op de computer. Wie is we? Wie nog meer? Dus, zijn zus heeft het gezien en nog een neef heeft gezien. En heeft die zus ook gezien? Ja. Hoe voelt dat nou voor jou dat die familie zo overhoop ligt? Want jij wordt natuurlijk toch wel een beetje aangekeken. Ja, ik word overal beschuldigd. Ja, want jij wordt nu eigenlijk al drie jaar een beetje met de nek aangekeken als een mogelijke moordenaar. Ja. Dat is toch wel een soort. De zwager wil geen interview geven.
Hij zegt dat Aniel vlak voor zijn dood naar helium heeft gegoogeld en dat zus Reshma dat ook heeft gezien. Als dat waar is, wordt juist een zelfmoordscenario aannemelijker. De noodzaak van het nieuwe onderzoek naar Aniels computer wordt steeds groter. En als nou blijkt dat het toch zelfmoord was? Ja, nou, laat ik vooropstellen. Voor de familie hoop ik dat er een aannemelijk scenario op tafel komt. We missen heel veel stukjes van de puzzel. Maar als een aannemelijk scenario komt waardoor zij verder met hun leven kunnen, waardoor zij kunnen beginnen met de rouw, hè, want verwerken zou je dit niet kunnen. Dan zou dat wel een hele mooie uitkomst zijn. De familie stelt dat er geen enkele aanleiding is voor zelfmoord. Maar wat verklaren andere mensen uit Aniels omgeving? Dit is Tom Brandt, de beste vriend van Aniel. De twee maakten samen vaak lange autoritten. En wat voor jongen was het? Het was een hele rustige jongen, was het. Dus hij viel niet op. En nu je hoort dat hij dood is, dat hij overleden is. Ja. Vermoord of zelfmoord is natuurlijk niet bekend. Ja, daar ga je toch heel anders over hem denken. Waarom hij bepaalde rare gedragingen had, zeg maar, in die hele die tijd dat ik hem gekend had. Nou, noem eens een voorbeeld. Had wel een rare ideeën had hij bijvoorbeeld. Ideeën waar wij niet op zouden komen. Bijvoorbeeld tussen de treinrails liggen, wat hij wel eens gedaan heeft. Nee. Ja. Doe normaal, joh. We stonden ergens stil. En toen lag in één keer tussen de rails. Er reed de trein voorbij en hij stond in één keer op. Onder dus die bij trein? Dus onder de trein, dus bij de overgang. Nou, dat heeft hij vaak aangegeven dat hij dat vaker wilde doen. Ja, maar hoe? Omdat het hem gewoon een kick gaf. Nou, er zit er sowieso een steekje los. Dat doe je niet als normaal persoon. We hebben ook contact met de ex-vriendin van Aniel, met wie hij 2 jaar samenwoonde. Ze wil geen interview geven. Dit is haar verhaal. In juni 2010 werd Aniel ontslagen op zijn werk. Het zat hem heel hoog. Vanaf die tijd werd Aniel depressief. En heel agressief. Hij zag mensen die er niet waren en daarom wilde hij niet thuis slapen. Aniel was gewoon in één klap echt iemand anders. Het was echt een psychose. Hij viel mij aan en kneep mijn keel dicht. Ik kreeg geen lucht. Toen ben ik bij hem weggegaan. Omdat ik bang was dat hij me zou vermoorden. Waarschijnlijk heeft hij een psychose gehad, want hij heeft hem bijna vermoord. Wat? Daar heeft hij me over gebeld. Dat is wat ik gehoord heb natuurlijk. Hè? Dus dat hij haar probeerde te wurgen. In zijn slaap. Of dat hij aan het slaapwandelen is. En toen... daar is het allemaal een beetje bij begonnen. Hoe lang daarvoor was dat? Ik denk dat het 1,5 à 2 jaar daarvoor was, zeg maar. Rond Sinterklaas. Heeft hij er proberen te wurgen? Dat is in ieder geval wat ik gehoord heb van hem, ja. Maar niet bewust. Want hij schreeuwde tegen haar van, hey, probeer de politie te bellen. Maar hij was dus in een bepaalde staat. Hij was in een bepaalde staat. Misschien een psychose, dat is wat zijn vriendin dacht. En hij heeft zelf nog geroepen tijdens de wurging van, probeer je los te maken en bel de politie. En dat is ook gebeurd, wat ik gehoord heb. Ja, maar en de hulpdiensten zijn gekomen en ja... Maar dat is heel bizar. Wel heel heftig. Het is heel heftig. Wat Aniel zag nadat hij zijn vriendin probeerde te wurgen... Ja. Waren mensen bijvoorbeeld hier op straat nu rondlopen met zwarte gaten in hun ogen. Sorry? De zwarte gaten in hun hoofd, zeg maar. Maar ja, dat is waar hij maanden mee rond heeft gelopen met dat soort beelden. Maar hij sliep bijvoorbeeld niet thuis. Weet je waarom dat was? Hij sliep niet thuis omdat hij... Juist zijn eigen huis, zeg maar. Ja, hè? Ja. Vanwege die psychose. Hij had de gedachte dat er een geest in zijn huis rondwaarde. Dat is wat hij dacht. En dat bleek in zijn ogen een klein meisje te zijn in een wit gewaad. Een klein meisje.